John, jij bespreekt eens in zoveel tijd. Ja, dan moet ik naar de jazz. De jazz? Ja. We gaan meteen even kijken naar iets. Oh, prima. Zelf noemen ze het de Aardvark Sound. De vier saxofonisten die samen het Aardvark Saxophone Quartet vormen. Met hun eigenzinnige en creatieve composities boeken ze al veel succes op festivals in binnen- en buitenland. Voor hun tweede cd Truffles werkten ze samen met niemand minder dan Kees van Koten. John, de jazz, waarom wil je het graag over hen hebben? Nou, zondag ben ik naar de cd-presentatie geweest. En ik ken ze alweer. Ik heb Aardvark 2 of 3 jaar geleden heb ik een keer een gedicht dwars door ze heen mogen doen. Dat is altijd prettig. Een gedicht doen dwars door de muziek heen. Ah, dat is zo fijn. Nee, maar is dat fijn? Nou ja, je kan erop mee, je kan er onderdoor, je kan er... Iedereen wil toch altijd muzikant zijn. Ik bedoel, dat is toch het mooiste wat er is. En dan sta je tussen zo'n kwartet en dan gooi je een gedicht en dat gooi je er onderdoor en eroverheen. En dan ga je in die muziek zitten. En zij zijn zo fijn. Dus dat was de cd-presentatie. Hij Truffels, heet de cd. En je krijgt ook 11 witte truffels. Zo, cadeau daarbij. Nee, die krijg je. Nee, man, als je goed luistert, schrijf dat eruit. Het is zo mooi, want het is een saxofoonkwartet. Zij doen niet aan bladmuziek. In het begin wel, maar ze improviseren alles. Nee. Ook niet. Nee, zij, het is zo mooi. Ze maken mise-en-scène. Dus ze lopen constant naar elkaar te luisteren. En dat is zo fijn. Want ik bedoel, Suzanne zit nou in een stuk. In een stuk moet je ook... Ik bedoel, het is toch alleen maar luisteren en reageren. En dan met z'n vieren moet je proberen om het wezen van dat stuk ergens naar boven te krijgen. En daar zijn zij zo ontzettend goed in. Dus zij sluiten zich heel lang op. En dan gaan ze al die stukken gaan ze doen. En uiteindelijk komt het eruit. Dus af en toe is het sacraal. Dit gaat van hele heftige jazz naar gospel. En met Kees van Koten dus? Nee, dat was Kees. Het is zo fijn om Kees van Koten te zien spelen. Kees van Koten deed gedichten en las voor het eigen werk. En had natuurlijk gelukkig zijn trombone meegenomen. Dus die mochten wel een nummer meespelen. Dat was ontzettend fijn. Nee, het was alleen voor de platenpresentatie. Okay. Maar het zou niet verkeerd zijn om, om concerten te doen met Van Koten erbij. Want Van Koten is wel... Wat een charmante man blijft dat.